hartstikke leuk om brutaal naar hem te fluiten. Wakker worden, luipammers. Waarom werk je niet zo hard als ik? Op een dag moest Gordon de grote sneltrein trekken en kwam hij heel erg moe thuis. Hij liep net gaan zakken toen Thomas eraan kwam. Brutaal als altijd. Wakker worden, luipammers. Wat zit jij te eten? Werk eens wat harder. Je kan me toch niet inhalen. En hij ging er lachend vandoor. Hé, hey, Aaron, wat zit jij te eten? IJs. IJs? En waar zit jij naar te kijken? Thomas. Thomas. En wat staat er op televisie? Is het lekker? Ja. Is het warm? Nee. Is het koud? Nee. Wat dan? De trein reed al harder en harder. Veel te hard voor Thomas. Hij wilde stoppen, maar hij kon niet. Piep, piep. Lachte Gordon. Je kan niet meer weg, lachte de wagons. Die arme Thomas reed harder dan hij ooit had gedaan. Hij was buiten adem en zijn wielen deden pijn, maar hij moest wel doorgaan. Ik word vast nooit meer de oude, dacht hij treurig. Mijn wielen gaan helemaal stuk. Eindelijk stopten ze bij een station. Thomas werd losgekoppeld en hij voelde zich erg dom en uitgeput. Toen reed hij naar een draaischijf en hij dacht dat iedereen hem uit zou lachen. En hij reed door naar een zijspoor waar hij niet in de weg liep. Zo, kleine Thomas, grinnikte Gordon. Nu weet je pas wat hard werk is, of niet? Is het lekker? Arme Thomas kon niet antwoorden. Hij was buiten adem. Hij pufte langzaam weg om uit te rusten. En hij dronk... Wie doet er ook altijd zo'n ijsje eten? Aaron. Aaron, heb je nog meer? Eden. Justin, ja. Oh, je beker. Hoi. Papa. Moet ik even anderen opzetten? En wat wil je zien? En wat wil je zien? Autobus. Autobus. Nou, komt ie hoor. Zwaar, hè? Hé, dat is zwaar, hè? Oh, hier...